ook nog zeer serieus werk van gaan maken. Hesp. En de wedstrijd is onderweg. Aftrap is geweest van Lausanne Spoor. Dit is Erik Henzi. Hij zal op het middenveld vanaf de linkerkant gaan komen. Eerste balcontact voor Nederland met hier Frank de Boer. De draai is van Ronald de Boer. Hasselbaink, mooi terugleggen. De eerste kans is er voor Ronald de Boer. Dat binnen 3 minuten van de wedstrijd. Winter, Ronald de Boer. Dan Hasselbaink die keurig kaatst. Goed gegeven. En dan de bal naar Van Hooydonk. En dat is de 1-0. Pierre Van Hooydonk in de 7e minuut. Dat is een aardige manier om je oefencampagne ter voorbereiding op het WK te beginnen. Met Zenden en Van Hooydonk. Ongemoeid gelaten door de centrale verdedigers van Lausanne Spoor. En ook Brunner weigerde uit te komen. Had een lekker actieve indruk. Hasselbaink, Hasselbaink. En het zijn er. 16 maal scoorde hij voor Leeds United dit seizoen. En hij heeft in ieder geval het lef om... Veel ruimte inderdaad bij Reiziger. Hasselbaink zendt op links. En Hasselbaink scoort 2-0. Voor mensen die nog niet zo vaak Engels voetbal hebben gezien... is dit misschien een raar beeld, maar mensen die regelmatig het afgelopen seizoen Leeds United hebben gezien, die weten dat Hasselbaink dit gewoon kan. En in de 13e minuut staat er 2-0 voor Nederland en de beide spitsen Van Hooydonk en Hasselbaink tekenden voor de productie. Winter, Hasselbaink maakt zich prachtig breed, valt er achterover. Van de verwarring wordt gebruik gemaakt door Aron Winter. Hij maakt 3-0 in de 39e minuut. Winter speelt in. Hasselbaink leunt er wat in het duel met Iglesias. Beide heren vallen en Winter is prettig doorgelopen. En maakt keurig af. En dus wordt de scheidsrechter een beslissing bespaard. Wat ruimte bij Pivaretti. Winter laat lopen. Henzi. Zit er kort voor rust. En die stand dus van 3-0 voor het Nederlands elftal. In wat voor oranje vandaag gestoken, blauw, een prettige oefenwedstrijd is. En dit is dan weer net jammer. Via Hesp valt die bal binnen. En de treffer is van Tuur. De 45e minuut, Tuur via Hesp. Wat onfortuinlijk. Appel voor buitenspel. Het is moeilijk te zien, maar ik ben geneigd om de grensrechter gelijk te geven die zijn vlag naar beneden hield. Zender, Hasselbaink wil en krijgt. Zender, Hasselbaink. Is vaak goed aanspeelbaar. Actief. Ronald de Boer en een goede redding van Brunner. Want snel en hard geschoten door Ronald de Boer. Voorbereid werd van Hasselbaink, laat hem dan liggen voor Ronald de Boer. Die de aanwijzing bij de eerste paal.
9 minuten voor het einde van de wedstrijd. Stam. En dan hens gemaakt. We krijgen dus een strafschop. Het luchtduel dat Jaap Stam aanging bij de vrije trap van Ronald de Boer. En daar het hens. Ja, ook het handje van Stam ging mee. Maar de speler van Lausanne Spoor, wil die van niets wil weten, zat er met zijn hand aan. Strafschop door Ronald de Boer. En er staat 4-1. De 37e minuut in de tweede helft. Strafschop ingeschoten door Ronald de Boer naar Hens van Poetje. Altijd lekkerder dan wat trainen. En nu komt de jeugd massaal het veld op voor het verzamelen van de handtekeningen. Het Nederlands team wint met 4-1. Het is een prachtig sportig gezicht. Wint met 4-1 van Lausanne Spoor. De voorbereiding op weg naar het WK heeft dus zijn start gekend. Nederland wint dus, maar dat wekt geen verbazing. We gaan naar Guus Hiddink in gesprek met Wilf.